Wethouder Bouke Arends van Emmen zou niet weer naar het buitenland vluchten als hij opnieuw met de dood wordt bedreigd. Gisteren werd bekend dat Arends 3 weken ondergedoken heeft gezeten. Omdat het toch voelt dat je zelf de weg van de minste weerstand kiest. En als bestuurder hoor je ook op je post te zitten. Hoor je voorop te gaan in de strijd. Hoor je de lijnen uit te zetten. En dat kon je er niet op het moment dat je weg bent. De aanleiding van de bedreiging is het sluiten van het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen. Toch is Arends niet bang geweest. Nee. Geen één moment? Nee. En achteraf terugkijkend? Ook niet. Hoe kan dat? Omdat ik niet iemand ben die heel snel bang is. Ik ben wel op mijn quivive. Ik ben wel verontrust op dat moment. Maar bang ben ik geen enkel moment geweest. Verontwaardigd? Verontwaardigd, boos. Ja. Ja. Op 13 januari vallen de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie het clubhuis van No Surrender in Emmen binnen. Volgens het OM is het clubhuis een broeinest van drugshandel en geweld. De gemeente sluit en sloopt het pand. Een beslissing die het leven van Arends en zijn gezin volledig op zijn kop zet. Toch verschijnt Arends een dag na zijn thuiskomst alweer in het openbaar, zonder beveiligers. Je bent ook professioneel, dus je moet ook als professional daarmee om kunnen gaan. Maar het is niet zo dat ik nou een knopje heb ergens in mij dat zomaar omgeschakeld kan worden. Het vraagt ook wel even wat emotionele schakelingen. En dat gaat echt niet binnen 5 minuten. Nu, 2 maanden later, vertelt Arends bewust zijn verhaal. Zorgen dat bestuurders staan voor de zaak waar ze voor moeten staan. Dat ze de besluiten moeten blijven nemen die ze moeten nemen. En dat ook onze ambtenaren erop mogen vertrouwen dat de bestuurders voorop gaan in de strijd tegen de aanpak van criminaliteit. Clubvoorman Henk Kuipers ontkent dat No Surrender achter de bedreiging zit. Volgens hem is het Openbaar Ministerie bezig met een hetze tegen zijn club. Het OM wijst volgens persofficier Pieter van Rest nadrukkelijk niet in de richting van motorclub No Surrender. De bedreiging kan ook zijn geuit door andere mensen die verbolgen zijn geweest over de sluiting van het clubhuis van de motorclub. Aldus van Rest. Wie er dan wel achter de bedreiging van wethouder Arends zat, is niet duidelijk.